regen. Je ziet het, het regent echt enorm hard. Tony Pino hier achter de camera. Oh man, dit is echt niet normaal weer. Het regent echt mega onweer. Dat is echt niet normaal weer, jongen. Kijk eens, dit is het resultaat. Hele donkere zwarte wolken. Onweerswolken. En overal plassen regen. Wow man, kijk eens. Kijk eens, dit is echt niet normaal meer. Dit is de plek waar die koeien laatst overheen gegaan zijn. Ik denk dat Emily deze video heel leuk zal vinden. Maar kijk eens, dit is het resultaat. Eén waterval. Wow, daar is volgens mij de bliksem in geslagen. Kijk, hij rond nog na. Wat is dit? Twee keer een regenbui over ons kop gehad en de derde keer staan we hier. Kijk dan, het is een rechte weg en je ziet het, het water stroomt. Noodweer, met één woord gezegd. Ja, dit was dat hek waar die koeien overheen gingen. Hier stond die koe laatst. En nou is het gewoon, kijk eens hoe dat hier van de berg afgaat. Kijk dan. Het komt gewoon letterlijk de onderkant van de brug uitstromen. Het is helemaal verzadigd. Ja, bam, dat was een inslag in de windturbine net. Wow. Dit is zeer spannend. Jongens, kijk eens. Kijk dan dit water hier. Het gaat gewoon het fietspad af. Kijk dan. Toppie. Oh, kijk, niet normaal meer, jong. Het regent echt hard. Wow, man. Dit is gewoon een wolkbreuk. Kijk dan, hij lacht. Echt niet normaal meer. Wow, je ziet daar de onweerswolken nog weggaan. Niet normaal, wow. Kijk dan, één grote waterplas hier. Oh man. We hebben net een wolkbreuk moeten overleven. Het begint nou weer op te klaren, heel iets. Dat is die verlaten fabriek waar we laatst gefilmd hadden. En je ziet het, hier begint het helder te worden. Maar daar is het nog één grote ghetto. Kijk eens wat een donkere lucht. Ja, en hier stroomt het als een waterval vanaf. Ja, daar komen de nieuwe onweerswolken. Kijk maar. Daar bovenaan zijn ze. Super gevaarlijk. Wij staan onder een brug. Zwaar gepanzerd. Oh man. Ik was zo straks, was ik ook, in een uitkijktoren. Ik moest er echt afvluchten. Want het begon te onweren. Ja, het stroomt nog heel iets na. Het is inmiddels droog, maar je ziet het. Het stroomt gewoon het fietspad af. We zullen eens kijken of dat hij in de windturbines in wil slaan. Geen idee of die bliksem dat doet. We kunnen een poging wagen.
Maar dat zijn wel onweerswolken, zie je dat? Ja, aan die kant is het nou allemaal het onweer. Oh, kijk eens aan de storm. Het kan zijn dat hij daaronder is ingeslagen, de bliksem. Want waar komt die rook vandaan? Uit een normale pijp komt rook. Maar dat komt alleen op een hele speciale manier. Oh man, kijk eens wat een dreigende lucht daar. En je ziet het stroomt nog steeds uit de berg naar beneden. Wow, echt spectaculair dit. Echt noodweer. Heel erg interessant dit. Oh, ik hoop dat jullie de vlog weer leuk vonden. Ik moet alleen nog één ding zeggen. Toen ik hier aankwam, stond hier een hardlopertje. Nou, die kop die zag er niet echt vriendelijk uit. Want hij heeft daar doorheen moeten lopen. Ik ook twee keer. Maar hij heeft het hele harde, krachtige noodweer meegemaakt. Hij stond hier op deze punt. Hè? Dat zal ik nooit vergeten. Wow. Echt niet normaal. Ja, het noodweer. Wat vonden jullie van de video? Als jullie ook video's hebben van noodweer, drop de link onder dit kanaal.